Over 2 jaar moet er een gloednieuw AZC staan in Middelburg, dat het huidige AZC moet gaan vervangen. De locatiekeuze is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen. De Kleine Hoog is betwist gebied waar omwonenden al jarenlang strijden om daar nou juist niet te bouwen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Terneuzen raakt een stukje land kwijt. En Erika fotografeert overleden personen. Goedenavond. Het nieuwe asielzoekerscentrum in Middelburg komt in het nu nog onbebouwde gebied, de Kleine Hoge, aan de westkant van de stad, net buiten de bebouwde kom. Dat heeft het college van BMW voorgesteld. De plek kwam uit een lijst met 10 locaties als beste uit de bus. Is bijvoorbeeld in ons bezit. Hij is groot genoeg om een AZC te bergen, maar hij is bijvoorbeeld ook op goede bereikbaarheid van voorzieningen in de buurt. En nou ja, dat zijn allemaal randvoorwaarden die eraan gesteld zijn. Het wordt niet een AZC zoals we het nu hebben. Het wordt meer een wijkje. Het moet ook een duurzame locatie worden die, als het AZC in de toekomst vertrekt, ook achtergelaten wordt als een wijk waar ook gewoon mensen kunnen gaan wonen. De locatiekeuze is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen. De Kleine Hoog is betwist gebied waar omwonenden al jarenlang strijden om daar nou juist niet te bouwen. Het was een campagneonderwerp tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Dat PvdA GroenLinks, die ook tegen de bebouwing van dit gebied is, hier nu toch voor kiest, is geen kiezersbedrog, zegt de wethouder. We hebben ook niet beloofd dat we daar helemaal niets gaan doen. We vinden dat we aan onze stand verplicht zijn om vluchtelingen op te vangen. En dat heeft dan toch uiteindelijk de voorrang boven vasthouden aan een locatie waar we niet willen bouwen. Overigens is het Kleine Hoge natuurlijk een locatie van meer dan 50 hectare, waar maar 3 hectare van bebouwd gaat worden vanwege een AZC. En er is nog heel veel in te richten als natuur. Dus dat zouden ook mogelijkheden kunnen zijn die hierdoor ontstaan. Meerdere partijen hebben zich bij de gemeente Vlissingen gemeld om de organisatie van het Bevrijdingsfestival van de Cultuurwerf over te nemen. Hoeveel partijen zich hebben gemeld wil de gemeente nog niet zeggen, omdat de Cultuurwerf nog mag reageren op de weigering van de gemeente om de organisatie financieel tegemoet te komen. De Cultuurwerf staat op het randje van faillissement en had de gemeente om €200.000 gevraagd. Volgens de organisatie betekent de weigering het einde van de festivalorganisatie. Deze nieuwe bordjes en stickers moeten van Tolen een hondenpoepvrije gemeente maken. Hondenpoep is namelijk een van de grootste ergernissen van de inwoners. Dat er ook iemand komt aan de deur, zei ik al, die pas op voor de poep. Want dan gaan ze door het gras hier natuurlijk. En dan zat er kindertjes met poep aan de schoen staan. Ik vind gewoon dat je moet het gewoon opruimen. Maar ik zie regelmatig inderdaad, zowel van kleine als van grote honden, zie ik wel hopen poep liggen, ja. Met de boodschap wil de gemeente bewustwording creëren onder de hondenbaasjes. We waarderen gewoon ook de hondenbezitter in onze gemeente, maar we willen het graag binnen de bebouwde kom gewoon schoon hebben. En we vragen inderdaad aan de hondenbezitter om met ons mee te denken, om die kernen echt schoon te houden en een plaats te zoeken waar het prima kan, dan wel het uiteindelijk gewoon netjes op te ruimen. Een van de 2 bunkers die eerder dit jaar in Vlissingen is ontdekt, blijkt na opgraving een gewondenopvang. De bunker is een onderdeel van een ziekenhuis dat de Duitsers daar in de Tweede Wereldoorlog in verschillende bunkers hadden gebouwd. Ze kwamen gewoon door zo'n gang, daalden ze af. En dan is er daar in die gang een speciale nis nog, zodat ze met de brancard, met de gewonde soldaat erop, nog een beetje hun kont konden keren. En dan draaiden ze hier deze ruimtes in. En in die ruimtes zijn naast een kachel en bijzondere zwemvesten van de Kriegsmarine ook nog andere voorwerpen gevonden die een beeld geven van het verblijf in de gewonde opvang. Zo'n bunker, dat zijn alleen wat koude muren, maar als je dan dit soort vondsten doet, ook zo'n laars bijvoorbeeld, die naast de kachel stond te drogen waarschijnlijk, die brengen de soldaat van toen dichterbij. De meeste gevonden voorwerpen gaan naar een depot. Of de bunker behouden blijft is nog onzeker, daar buigt de gemeente zich later over. Erika Thiele is forensisch onderzoeker bij de politie en daardoor heel vaak met de dood bezig. En dan met name met zelfdodingen. Ze heeft een manier gevonden om met deze gruwelijke situaties om te gaan, merkte verslaggever Mark van Leijden, die een dag met haar meeliep. Waarschuwing vooraf, sommige beelden kunnen heftig zijn. Ik weet nog goed, mijn allereerste overlijdensonderzoek, daar was ik zo door gefascineerd. Toen wilde ik dus alles weten. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dat is niet handig. Weet je, het is gewoon je onderzoek en je ding en... Ja, dat is in 2009 geweest, toen in Vlissingen. Een hele jonge gast was dat.
Dat heb ik één keer gedaan, toen dacht ik, ja, dat gaat niet, dat moet ik niet doen. Dus ik heb in het begin wel zoiets gehad van dat je een beetje een modus moet vinden om het een plekje te kunnen geven. Want het is ook niet dat ik van steen ben en denk van, ja, het zal wel. Want het blijft gewoon een mens. En ja, mijn modus is dus om in ieder geval zoveel mogelijk nog te doen voor de nabestaanden. Omdat je dan ook zelf gewoon even de aandacht kan geven aan iemand die verdient. Wat voor reacties heb je wel eens gekregen? De mensen die zijn je gewoon heel dankbaar. Het hoeft ook niet altijd een foto te zijn. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld nog een pluk haar mooi wast en in een herinneringendoosje legt. En samen met bijvoorbeeld sieraden netjes verpakt en teruggeeft. Of andere bijzondere dingen die je op dat moment ziet, die je kan gebruiken om iets tastbaars te geven. Is het ook een manier om niet af te stompen? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Want, ja. Je ziet natuurlijk heel veel zelfdoding in verhouding met andere doden. Ja, zeker. Je ziet heel veel zelfdodingen. En daar kan je natuurlijk heel luchtig over denken. Van, ja, het was hun eigen keuze, dus het staat ver van mij af. Maar ja, het is en blijft wel gewoon een mens. En ja, ik vind het dan, ja, dat moet je toch met respect blijven behandelen. Maakt dit het werk ook bijzonder en dankbaar daardoor? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Het zijn gewoon de kleine dingetjes, hè, die je kan doen. En denk je zelf aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 113.nl of bel met 0800 0113. Voordat er straks schepen door de nieuwe sluis in Terneuzen kunnen varen, moet er eerst nog 3,5 miljoen kubieke meter aan grond worden verwijderd. Een monsterklus, waar dan ook een speciaal schip voor wordt ingezet. De voorbereidingen voor het afgraven van de twee landtongen zijn al begonnen. Zo is er 2 kilometer aan leidingen aangelegd over het land en in het water. En nu is het dus wachten op het bijzonder materieel dat naar Terneuzen komt, namelijk een kutter. De snijkopzuiger, of de kutter, zoals dat we dat soms ook noemen, die zorgt ervoor dat de grond weggebaggerd wordt. En dan via die drijvende leiding, nadien ook vervolgd door een landleiding, wordt eigenlijk de grond getransporteerd naar de buitenhaven. En in de buitenhaven, daar liggen dan weer een ander type baggermaterieel. Dat zijn sleephopperzuigers, of hoppers, zoals we die ook wel noemen. En daarin wordt de grond geladen. Die sleephopperzuigers op hun beurt zorgen er dan voor het transport richting de afzetlocatie. En dat is de Westerschelde? Ja, klopt. De gebaggerde grond hier op het project wordt geklept in de diepere delen van de Westerschelde. Deze 2 stukken grond moeten verdwijnen. Anders kunnen er straks geen grote schepen in en uit de sluis varen. Eigenlijk zouden ze al weg moeten zijn, maar de werkzaamheden liepen vertraging op. Maar er zijn ook heel veel objecten tegengekomen. Objecten van vroegere bebouwing. Dingen die we niet in de recente historie, maar vroeger ook ontwikkeld zijn. Die moesten ook vooraf verwijderd worden. We hebben te maken met verontreinigingen, gewoon bodemverontreinigingen. En daar is recent ook aan toegevoegd dat we ook te maken hebben met PFAS. Met name hier in de Westbuitenhaven lag een grote voorraad aan PFAS. Houdende specie. Ja, en die mag niet naar de Westerschelde. Dus die moest naar een depot en dat moet apart eerst uitgegraven worden. De vertraging brengt ook extra kosten met zich mee, zo'n 90 miljoen euro. Daar staat tegenover dat volgers van het project straks worden getrakteerd op de komst van de kutter. Een bijna uniek exemplaar in de wereld. De meeste mensen hier in Nederland zullen mogelijk wel een sleephopperzuiger kennen die instaat voor het onderhoud en voor het op diepte houden van bijvoorbeeld de Schelde of van enkele havens hier gelegen nabij de Schelde. Maar kutterzuigers die worden toch wel veel minder gebruikt. Zo bestaan er ook maar enkele tientallen kutterzuigers of snijkopzuigers ter wereld. Dus vandaar opnieuw, het is iets bijzonders. Maar niet alleen de machines moeten hard werken.
zowel mankracht als vrouwkracht. Toch ook wel een belangrijke om te noemen. Ons team bestaat er momenteel uit enkele tientallen mensen. En natuurlijk aan boord van de schepen, het zijn bedrijven op zich, die werken ook met enkele tientallen mensen aan boord. Dus als je die allemaal bij elkaar optelt, zijn we wel met meer dan 100 mensen die worden ingezet, enkel en alleen hier voor de baggeractiviteiten. Zoveel mensen zijn er nodig, aangezien er ook veel grond weg moet. Als je alle grond van de landtongen bij elkaar op een hoop zou gooien, zou die zelfs 17 meter hoger zijn dan de grootste piramide van de wereld. Praten we over ongeveer 3,5 miljoen kubieke meter af te graven specie uit het project. En waarmee is dat te vergelijken? Nou, als je het wil vergelijken met het onderhoud aan de Westerschelde, aan de hele Westerschelde, dus jaarlijks ongeveer 10 miljoen kubieke meter. Dus het is ongeveer 1/3 wat we hier in korte tijd gaan afvoeren. De kutter komt hier in september aan en dan moeten de voorbereidingen ook klaar zijn. Want die baggerwerkzaamheden die moeten zo snel mogelijk van start. Want de klus moet binnen 5 maanden geklaard zijn. Het was opnieuw zonnig en zomers warm bij temperaturen van rond de 30 graden. Afgelopen nacht was een plaknacht met in Vlissingen een minimumtemperatuur van iets boven de 20 graden. En dat is zeldzaam voor de maand september, maar deze week niet, want ook vannacht blijft het kwik rond de 20 graden schommelen. Morgen wederom tropisch warm met aan de kust wel wat zeewind. En tot zover deze Zeelanduur van vandaag. Smelt voorzichtig. Graag tot morgen.